De belangrijkste thema's waar toestelfabrikanten zich tijdens deze VSK 2018 op richten zijn energietransitie, connectiviteit en beheer op afstand. Nou, laten dat nou precies de onderwerpen zijn waar EMEA zich op richt tijdens deze VSK-beurs. Om de energietransitie te laten slagen is het belangrijk dat we de CO2-emissies van bron tot gebruiker reduceren tot eigenlijk nul. Hiervoor zullen we alle energiedragers nodig hebben, zowel warmte als elektriciteit als gas. En hiervoor biedt EMEA ook een volledig productenprogramma aan. De digitale wereld wordt steeds belangrijker. Connectiviteit, het op een intelligente manier verbinden van apparaten en laten communiceren met elkaar van apparaten via het internet. Als EMEA geven we daar invulling aan door introductie van een compleet nieuw elektronica platform in onze nieuwe wandketels, Calenta Ace en Terra Ace. Ook in onze warmtepompen overigens zit hetzelfde platform. Dat platform heet eSmart Insight en eSmart is eigenlijk een soort paraplu-begrip waar alle digitale mogelijkheden die we als EMEA nu bieden en in de toekomst gaan bieden, ondervalt. Ja, wij geloven erin dat de Connected CV-ketel ontzettend belangrijk is voor de toekomst. Dat dat straks het nieuwe normaal zou zijn en hier op de VSK doen wij een hele belangrijke productintroductie, namelijk EMEA Connect, wat verder gaat dan beheer op afstand, want het is predictive maintenance, oftewel voorspellend onderhoud. Ja, we hebben natuurlijk heel veel zorg eraan besteed om de ketel goed te connecten met het internet, maar dat is eigenlijk maar een eerste stap. Het gaat vooral ook heel erg om de gebruikservaring van de installateur. Het moet eenvoudig in het gebruik zijn, in één oogopslag de status van je ketelpark zien. Dat is wat we hebben proberen te bereiken. Ja, en daarmee denken we dat EMEA Connect gewoon direct heel goed toepasbaar is door installateurs. En ook echt waarde toevoegt aan de bedrijfsvoering, ja, van iedere installatiebedrijf.